Eigenlijk vind je dat in embryonale vorm al terug bij Brezhnev, die grote pleitbezorger van de détentepolitiek. Die dacht ook dat dus door die akkoorden van Helsinki misschien een nieuw soort van strategische veiligheidsorganisatie in Europa zou kunnen worden opgericht. Als een soort vervanging van de NATO, waarbij Rusland ook zou kunnen participeren. Nou ja, daar vond dat het Westen voelde daar geen kloot voor. En dan heeft in feite Rusland gewoon buitengesloten. En bovendien naar de verdommenis laten gaan in de jaren 90. Met die alcoholische maloot. Boris Yeltsin. Beste Maarten, beste Tom. Met Tim van Broekhuizen spreken jullie. Ik luister jullie podcast met veel plezier. En nu had ik toch echt een vraag richting Maarten. Wat betreft zijn visie op de meest recente ontwikkelingen. Namelijk dat iedereen nu met een wereldoorlog dreigt. En mijn vraag is eigenlijk, ligt Maarten daar nu onderhand niet eens wakker van? Of denkt hij toch, het zal allemaal wel met een sisser aflopen? Ik weet dat Maarten dat natuurlijk niet kan voorspellen, maar hoe schat hij dat in? Want als we Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk mogen geloven, dan zijn we al helemaal in een verkeerde fuik terechtgekomen. Maar als we bijvoorbeeld Jelle Brand Corstius moeten geloven, dan ziet hij dat ook wat optimistischer weer in. Alvast bedankt en tot wellicht in de studio. Aju. Het van Rossum, kunt u mij horen? Welkom bij Maarten van Rossum, de podcast. In deze aflevering proberen we de vraag te beantwoorden of de relatie die we nu hebben met de Russen er anders, lees, beter uit had kunnen zien als we in het verleden andere strategische keuzes hadden gemaakt. Hadden we bijvoorbeeld een nieuw strategisch bondgenootschap moeten aangaan met de Russen, het Europese Huis? En hadden we ons anders moeten opstellen als Europa na het omvallen van de Sovjet-Unie? We hebben er nu vooral van geprofiteerd. Deze en andere vragen beantwoorden we in deze aflevering. En de derde gigant, dat moeten we nog even constateren, is de Europese Unie. Die natuurlijk immens geprofiteerd heeft van de desintegratie van de Sovjet-Unie. Want daarna is de EU, die is praktisch twee keer zo groot geworden. Niet precies naar mensen gerekend, maar toch twee keer zo groot geworden. En is daardoor een veel grotere speler geworden op het wereldtoneel. Dus nu zijn we geëvolueerd van een bipolair systeem. We zijn in de jaren 70 begonnen. Een van de grote spelers is simpelweg in elkaar gestort, anders kun je het niet noemen. Het systeem heeft laten we zeggen, de druk op dat systeem niet overleefd. Dat is de Sovjet-Unie, die is er niet meer. De opvolger van de Sovjet-Unie heeft wel een heleboel nucleaire raketten, maar is verder eigenlijk economisch, sociaal niet serieus te nemen. Maar ondertussen is China opgekomen, dus nu hebben we een, ik zei al, tripolaire wereld is een beetje flauwekul eigenlijk. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat bipolaire was wel duidelijk. Unipolair, dat kun je ook nog zeggen, dat is duidelijk. Want Amerika is een eentje, maar Amerika is al lang niet meer eens een eentje. Dus de grote vraag is nu hoe verder met het huidige wereldmondiale systeem, waarin drie grote spelers zijn. En ik geloof dat ik terecht constateer dat we landen als Brazilië en de Russische Federatie niet serieus kunnen nemen als wereldspelers. Dat zijn misschien regionale spelers. Ja, Brazilië is groter dan Suriname, dat valt mij ook wel op. Maar desondanks zie ik in het voorlopig zullen ze eerst de zaak op orde moeten zien te krijgen voordat het iets wordt, voordat ze mee kunnen spreken. Dus hoe verder? Nou ja, dat is in allerlei opzichten mijn zinsies nogal een vrij zorgelijke zaak. Omdat in 2012 is in China Xi Jinping aan de macht gekomen. Die heeft eigenlijk, het is altijd een vrij repressief regime geweest. Denk aan 89, het plein van de hemelse vrede. En Deng rücksichtloos een eind heeft gemaakt aan die studentenopstand. Er zijn allerlei realisten die zeggen dat is in dat stadium van de ontwikkeling was dat misschien wel een betere, hoe erger je het misschien ook kunt vinden, een betere aanpak dan datgene waar wat, de Sovjet-Unie is in zijn eigen chaos overleden, om het zo maar te zeggen. En misschien was het handiger dat de Chinese politieke partij toch de zaken strak in de hand hield. Daar kun je over discussiëren hoe dat zit. En als je die beelden ziet natuurlijk van dat jongetje met die plastic tas voor die tank, dan denk je, wat is het toch verschrikkelijk, maar
geschiedenis zit vaak lastig, ingewikkeld in elkaar. Ja, Xi Jinping heeft besloten tot veel meer repressie, maar is nooit helemaal duidelijk geworden tot op de dag van vandaag wat daar het nut van is. Misschien heeft de partij toch de indruk gekregen dat door die enorme economische, sociaal-economische veranderingen de greep van de partij op de lange termijn bedreigd werd in die samenleving. Dat is mogelijk. Ik zie ook die verdergaande repressie, want je hebt ook allemaal lulkoek over dat ook aan de universiteit het Chinese denken moet triomferen. En ja, het is helemaal geen Chinese denken. Dat is allemaal lulkoek. En ja, China wil meedoen aan de top van de wetenschap, meedoen aan de top van de technologie. Dan moet je ook een zekere ruimte laten, met name voor halve garen, om ja, ik denk aan Elon Musk, je noemt maar eens iemand, hè? Of hoe heet onze Apple-man. Hè? Dan moet ruimte zijn om na te denken, te experimenteren, gekke dingen te doen. En ik zie dit type van repressie zoals dat nu is in China, die zie ik eerder als een gevaar voor de lange termijn ontwikkeling. Want strenge economen, ik heb zo'n boek gelezen en ik vond het eigenlijk vrij over de, ja, China heeft een fantastische prestatie geleverd, maar het is nog steeds 80% van de kwaliteit tegen 60% van de prijs. Als je echt mee wilt doen aan de absolute top van de wereld, productietechnisch, technologisch, dan zal China toch nog een extra stap moeten maken. Dat is ook dat plan van Xi Jinping waar je wel eens wat over leest. Als dat zou door een voortgaande repressie, zou dat wel degelijk naar mijn idee afgeremd kunnen worden. En het tweede punt is natuurlijk, we hebben het er al uitgebreid over gehad, niet waar de groeiende wederzijdse boosheid van China en de Verenigde Staten met alle retoriek van dien. Ik hoop dat ze op tijd tot hun volle verstand zullen geraken en met deze lulkoek op zullen houden. Daar geen van beide partijen, naar mijn idee, heeft daar iets bij te winnen. De Verenigde Staten zijn na de Europese Unie de verreweg de belangrijkste handelspartner van China. De Verenigde Staten hebben enorm geïnvesteerd in China, in die special economic zones. Dus die twee economieën die zijn enorm strak met elkaar verweven. Nou ja, je hebt natuurlijk allerlei artiesten nu die vinden dat dat ontkoppeld moet worden. Hè. Decoupling, dat is een belangrijk woord in die discussie. Dat lijkt me eerlijk gezegd onzin. Als je de verliezers van dit soort van mondiale processen compenseert, en dat is heel goed mogelijk, dan zijn dit soort van mondiale ontwikkelingsprocessen in allerlei opzichten een zegen. Mits natuurlijk, dat moeten we er altijd bij zeggen, ik krijg altijd verwijt dat ik niet uitgebreid aandacht besteed aan de klimaatcrisis en al datgene wat er gedaan moet worden om die crisis te beperken. Oplossen, denk ik, zal voorlopig lastig zijn. Ja, dat moet ook gebeuren. Op dat punt, nou, we zijn de Chinezen heel gewillig. En was natuurlijk de afgelopen jaren de dwarsligger waren de Verenigde Staten. Die in allerlei opzichten natuurlijk zich ontwikkeld hebben tot een, ja, tot een dwarsligger, laat ik het zo zeggen. Nu ik toch dat woord gebruikt heb. Omdat we helemaal niet zeker zijn natuurlijk van de Amerikaanse politiek. Die is zozeer, die is zo dysfunctioneel geworden dat je absoluut niet kunt rekenen op wat nog steeds militair enzovoort het belangrijkste land ter wereld is. Dat is een groot probleem waarmee we zitten. En ook de Europese Unie zou natuurlijk wel iets beter onderling kunnen samenwerken en iets sneller kunnen komen tot de juiste oplossing. Maar goed, dat zijn van die eeuwige klachten, je weet, de Unie maak alleen vorderingen in crisissituaties. Dus laten we hopen voor flink wat crisissituaties. Misschien ook voor het klimaat. Hè? Beetje flink dat ineens iets. Nou ja, ja, de laatste weken heeft. Dat was de koudste lente ooit, toch? We gaan de koudste Pinksteren tegemoet sinds de Heer Jezus aan het kruis geslagen is. Ja. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Sorry, dat heb ik niet zo bedoeld. Giovanni Dirks. Beste Maarten, mijn vraag luidt: in hoeverre is Nederland afhankelijk van andere landen op het vlak van economie, geluk onder burgers en veiligheid? En wat voor gevolgen zou het hebben als Nederland minder of zelfs onafhankelijk wordt van andere landen? Dank u wel, met vriendelijke groeten, Giovanni. Wij zijn totaal afhankelijk voor onze veiligheid en onze economische ontwikkeling van andere landen. Meer misschien nog wel dan enig ander land ter wereld, afgezien van België. En wij zijn voor 70% import-export afhankelijk.
Ja, dus op zelfstandig maken wij er niets van. Dat is trouwens helemaal niks nieuws, Giovanni. Dat is al 500 jaar zo. We hebben altijd ons geld buitengaats verdiend en door hand te handel te drijven met andere personen. Niet waar? We waren ooit de link tussen de Baltische, het Balticum aan de ene kant en de Middellandse Zee aan de andere kant. Nou, daar zijn we schat helemaal rijk van geworden. Maar er moeten wel anderen zijn om handel mee te drijven. Ja, dat u weet, er zijn natuurlijk partijen in Nederland die menen dat wij met een alleingang spectaculaire resultaten zouden kunnen bereiken. Maar laten we hopen dat die nooit aan de macht komen. Beste heer Van Rossum, verwacht u nog een supermacht vanuit het Afrikaanse of het Zuid-Amerikaanse continent? Nou, Zuid-Amerika heb je genoemd. Afrika? Nee, daar zie ik voorlopig geen supermacht ontstaan. Nee. Oké, Pieter Vroonland. Ja, ook allemaal landen die natuurlijk ongelooflijk slecht geregeerd worden. Ja, we hebben landen met mogelijkheden. Nigeria is op weg naar 200 miljoen inwoners, als ik het wel heb. Maar je hoeft maar één foto te zien van Galagos met spitsuur. Want het is daar altijd spitsuur. En dan weet je dat daar voorlopig niks wordt. Nee. Moeten we misschien ook wel samenwerken, landen, om een vuist te kunnen maken, mondiaal? Even kijken. Leuk om aan te schuiven, zegt Hein Noordman. Mijn vraag, zegt hij. Wat zie je als eerste wereldmacht in de geschiedenis? Hoe waren de verhoudingen destijds? Interessant is natuurlijk, zegt hij, hoe we ons daarin vandaag de dag verhouden. Ah, de eerste. Ja, kijk, vroeger was de wereld niet één systeem. En dat lag aan het feit dat we geen communicatiemiddelen hadden. Ter land, ter zee en in de lucht. Afgezien van de elektronica natuurlijk. Om met elkaar te communiceren. Dus je had een Chinees imperium. Het heeft duizenden jaren bestaan. Het huidige China is daarvan ook de voortzetting. En we hadden natuurlijk in Europa hebben we het Romeinse Rijk gehad. Wat even en even en even heeft bestaan. En dat is tenslotte is het West-Romeinse Rijk is in elkaar gestort. Door druk van buitenaf. En gedeeltelijk ook weer door wanbeheer van binnenuit. Het Oost-Romeinse Rijk heeft toen nog bestaan tot, 1453 als ik het goed heb. En toen is dat in handen van de islam gevallen, van de sultan. Wat moeten we daarvan zeggen, van die rijken? Ja, dat is allemaal pre-industrieel, dus dat zat heel anders in elkaar. Het hele idee natuurlijk dat Rome ooit het centrum is geweest van een immens wereldrijk voor die tijden is als je een weekje in Rome bent, praktisch ongelooflijk. Ja, ontzettend sympathieke lui. Je kunt er heerlijk eten. Ze hebben daar prachtige restanten. Maar ja, het is een volkomen chaotische stad. Ik geloof dat ik die anekdote wel eens eerder verteld heb. Dat je dat geweldig leuke museum in Rome binnenloopt. Maar er hangt een heel groot bord. Waar dankten de Romeinen hun succes aan? En er staan twee woorden onder. Dat is organisatie en discipline. Nou ja, ik barst in lachen uit. Ja. Als je twee woorden wil verzinnen die niets met het huidige Italië te maken hebben, dan moet je zeggen organisatie en discipline. Dat is een beetje een verschil tussen Noord en Zuid, maar ook in Rome ben je niet onder de indruk van de organisatie en discipline. Maar waren zij destijds, in deze tijd, hè, dus die eerste, ze waren wel machtig, maar kun je zeggen dat ze de machtigste of de eerste wereldmacht waren, of gaat dat te ver? Nou, als je het wereldmacht wil noemen, ja, ik weet niet wat we als wereld hier bedoelt, de planeet zelf, hè. Nee, dan niet. Nogmaals, China, waren wel handelscontacten tussen China en het Romeinse Rijk, zeker wel. Maar het waren toch volledig op zichzelf staande entiteiten. Dus ja, of je dat dan wereldmacht wil noemen, ik weet het niet. Ja, je kunt de Nederlandse Republiek noemen natuurlijk, die tijdelijk ooit eventjes natuurlijk de belangrijkste handelsmacht ter wereld was. Een knooppunt van economische betrekkingen. Maar goed, dat heeft ook niet zo lang geduurd. Het handelstekort van de VS is onder Trump en nu onder Biden schrikbarend gestegen. Amerikaanse bedrijven die kunnen steeds minder consumeren, steeds minder concurreren met China, Japan en Europa. Bestaat de kans op een economische ramp voor Amerika en van de dollar? Ten eerste is dat handelstekort van de Verenigde Staten, wat er is, dat bestaat al sinds de jaren 70 overigens. Dat is helemaal niet ernstig, zolang wij bereid zijn om onze centen in de Verenigde Staten te investeren. En daartoe zijn wij wereldwijd, zijn we daar ruim toe bereid. Ja, er zijn industriële sectoren in de Verenigde Staten die matig functioneren. Denk aan de traditionele Amerikaanse staalindustrie, die overigens ook op een hoog tempo moderniseert. Maar Amerika heeft tal van industrieën die echt in de absolute top van de wereld meedraaien.
Dus daar hoef je nou niet zulke zorgen over te maken. Het probleem is dat het slecht verdeeld is in de Verenigde Staten. Ik heb het al eerder uitgelegd, zodra de oceaan in de buurt is, dan gaat het goed met Amerika. En is de oceaan ver weg, dan gaat het slecht met Amerika. Maar ook zulke steden als laten we zeggen, Pittsburgh. Hè? Dat zijn natuurlijk veel Amerikaanse steden die ooit industriesteden waren. Met name het Middenwesten. En daarvan een groot deel van de industrie verdwenen is. En dat is een heel moeizame zaak. En dat is deels is dat een verklaring van het verschijnsel van het Trumpianisme. Maar nee, echte zorgen op dit punt, nee. Een vraag, een hele andere vraag, van Wouter Wilmink. Ik ben benieuwd naar je visie over Vladimir Poetin. Enerzijds wordt hij gezien als ongewilde dictator en een laatste blokkade voor een democratische Rusland, waarmee intensiever kan worden samengewerkt in Europees verband. Maar anderzijds is er ook veel informatie te vinden over de populariteit van hem. Ja, Poetin is natuurlijk op zichzelf initieel democratisch gekozen. Het is een feit, zoals de vragensteller signaleert, dat Poetin natuurlijk Rusland opgetrokken heeft uit die onbeschrijfelijke put van ellende die in de jaren 90 was ontstaan. Daaraan dankt hij een groot deel van zijn populariteit. Ik dacht overigens dat hij op dit moment lang niet meer zo populair was als hij was. Hij heeft dat natuurlijk in de loop der tijden ontwikkeld. Dus in een kwalijk tot een kwalijk klein dictatortje. Onderdeel van een systeem van dieven en moordenaars. Dan zou ook zijn kennis en familie, die hebben ze met voor tientallen miljarden rijk gestolen. Ik hoop dat die zo snel mogelijk verdwijnt, maar dat zie ik niet zo gebeuren. Rusland is een tragisch land. Ik bedoel, dit is de zoveelste poging om te ontsnappen aan het tragische historische lot van Rusland. En het is weer fout gegaan natuurlijk. Deels misschien, ja, dat hebben we kort behandeld. Misschien hadden wij in de jaren 90 wat attenter moeten zijn en enkele honderden miljarden in de Russische economie moeten pompen, zo'n Marshallplan. En we hebben ze laten verrekken, daar kwam het een grote trek op neer. Daar dankt Poetin zijn populariteit aan. En dat dankt hij weer aan de verkoop van, hè, want dat herstel, zeg, vanaf 1999 en in de jaren daarna, hangt sterk samen met hoge olieprijzen. Ja. Rusland is dat de klos als de olieprijs laag is. Wouter noemt ook nog een boek. Overigens wordt daar vaak naar gevraagd. Heeft u goede tips voor boeken? De ontgoocheling van Marie-Thérèse Terhaar. Waarin ook staat dat Rusland meerdere pogingen heeft gedaan om aan de NAVO deel te nemen. Nou ja, dat is dat idee van het Europese huis. Eigenlijk vind je dat in embryonale vorm al terug bij Brezhnev. Die grote pleitbezorger van de détente-politiek. Die dacht ook dat dus door die akkoorden van Helsinki misschien een nieuw soort van strategische veiligheidsorganisatie in Europa zou kunnen worden opgericht. Hij dacht in termen van een OECD-achtige organisatie. Een organisatie voor veiligheid en nog zo wat. Een mooie Nederlandse naam voor. Het is niet de OECD, maar OVSE. Als ik het haal, altijd door elkaar, doet er niet toe. Als een soort vervanging van de NATO, waarbij Rusland ook zou kunnen participeren. Het hele idee van Gorbachev was dat Europese huis, dat Europa graag een deel van Europa wilde zijn in dat Europese huis. Nou ja, het Westen voelde daar geen kloot voor. En dan heeft in feite Rusland gewoon buitengesloten. En bovendien naar de verdommenis laten gaan in de jaren 90. Met die alcoholische maloot. Boris Yeltsin. Welke rol kunnen of moeten de grootmachten die we besproken hebben, zoals Amerika, China en de EU, spelen? Met vriendelijke groet, Patricia. Nou, je ziet dat ze nu liever hun handen niet branden aan zoveelste conflict natuurlijk tussen Palestijnen en Israël. Ja, dat ligt ook in heel veel landen politiek natuurlijk hartstikke gevoelig, of je je daar wel of niet mee bemoeit. En het interessante is natuurlijk dat het Midden-Oosten in de komende decennia steeds minder belangrijk zal worden. Om de eenvoudige reden dat Amerika het niet meer nodig heeft voor energieimport. In verband met het schaliegas en de schalieolie. Amerika wordt zelf in feite een energie-exporteur. Of is dat al geworden? En met natuurlijk de energietransitie wordt al die rommel in het Midden-Oosten steeds minder belangrijk. Dat neemt niet weg dat conflict tussen de Palestijnen en Israël voort zal etteren. Ja, aangezien de Israëli's in feite onder de oppervlakte van plan zijn, volgens mij al sinds 1967, zonder dat al te expliciet te maken, om de toen veroverde gebieden, dus de zogenaamde bezette gebieden, om die te incorporeren in de staat Israël.
waarbij dan voor de Palestijnen een soort van bantoestand zou overblijven. Nee, ja, je kunt er, wat je er ook verder van denken mogen, Israël is een gewelddadige en expansieve staat. Ik zou zeggen, kijk naar het kaartje van 1948. En hoe het er toen uit had moeten zien. Ja. Een vraag die daar ook op aansluit is de vraag van Edwin Koster. Hij zegt, is het conflict tussen Israël en de Palestijnen een oplosbare kwestie? Of is het een terugkerend iets dat de wereld accepteert als een gegeven? Nou, op dit moment het laatste jaar. Ik zie er geen oplossing. Met Netanyahu zie ik al helemaal geen oplossing. Ja. En natuurlijk, dat geldt ook voor Hamas. Ja. Het probleem zit natuurlijk in het feit dat in beide gevallen natuurlijk de extremen de zaak voortdrijven. Een andere vraag. Over weer een heel ander onderwerp. Mark de Wit. Het grenst natuurlijk wel aan de grootmachten. Dit gaat over de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Wat Mark wil weten is, beste Maarten, wat is er misgelopen na die val van die muur? Er was toen best veel samenwerking tussen West-Europese landen en Rusland. Zelfs de mogelijkheid van Rusland bij de NATO. Althans, er was toenadering en samenwerking, zegt hij. Maar nu zijn het weer twee elkaar beconcurrerende supermachten. Nou, supermachten niet. We hebben het over Rusland gehad. Dat is geen supermacht meer. Dat is nog een macht van een tweede garnituur in feite. Ja, daar zit wel wat in die vraag dat we die kans volledig gemist hebben. Zodra natuurlijk de Sovjet-Unie in elkaar gelazerd was, was het duidelijk dat de Amerikanen alle interesse verloren hadden. Niet van plan waren, laten we zeggen, iets aan nazorg te doen. Ook de EU heeft dat niet opgepakt in zijn, misschien ook in zijn uitbreidingslust. Nee, ik zie dat wel een beetje als een gemiste kans. Dan een vraag van Randy, eigenlijk drie korte vragen van Randy Bill. Hij zegt, een belangrijke kracht van China is om kleine landen in bijvoorbeeld Oost-Europa economisch afhankelijk van het land te maken door bijvoorbeeld infrastructuur aan te leggen. Daar heb je aan gerefereerd. Is het niet zaak dat de EU voor wat betreft Oost-Europa niet scherper tegen in het geweer komt en met alternatieven komt gezien de strategische invloed op met name de langere termijn? Ik denk dat het niet handig is om je als Europa uit elkaar te laten spelen door de grote spelers op het wereldtoneel, China en de Verenigde Staten. En zeker ten aanzien van Oost-Europa geldt dat ook wel enigszins voor Poetin. En dat je dat beter dus gezamenlijk kunt aanpakken. Maar een aantal van die kleine Oost-Europese staten zijn natuurlijk geboren stoorzenders. Ze zijn blij dat ze lid zijn van de EU en ze proberen daarnaast ook nog een graantje mee te pikken van andere mogelijkheden. Maar ja, je zou dat beter gezamenlijk Europees kunnen aanpakken zonder meer. Verder zie ik op zichzelf geen. Als die Chinezen zo gek zijn om dus een 2 miljard in een nieuwe haven te steken, oké, wat is er tegen? Niks toch? Ja, dat land dan straks moeten de terugbetalen, het geld. Nou, als ze niet natuurlijk kunnen terugbetalen, dan zullen de Chinezen wel rekening mee hebben gehouden, neem ik aan. Ja, maar dan kunnen ze natuurlijk wel politiek gezien, kunnen ze natuurlijk staan. Ja, het is altijd geld voor Europa. Je kunt het beter gezamenlijk doen dan in je eentje. Maar de verleiding om het in je eentje te doen en dan de vlag uit te hangen en jezelf tot kampioen te benoemen, die is natuurlijk wel heel erg groot. Okay. Andere vraag ook van Randy is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de waardegemeenschap van de EU, namelijk democratie, rechtsstaat, grondrechten en verzorgingsstaat, overeind blijft in een wereld waarin China die waarde nooit heeft gehad en de VS op dit vlak aan het desintegreren is? Maar we moeten ons vooral op dit punt niets van de Chinezen en de Amerikanen aantrekken. We moeten ons aan onze eigen principes en uitgangspunten houden. Dat moeten we zonder meer doen. Het probleem voor onszelf is dat binnen de Europese Unie, waar natuurlijk Engeland nu vertrokken is, een aantal landen zijn die al deze fantastische beginselen voortdurend en dagelijks met voeten treden. En die moeten we aanpakken, maar dat is een heel lastig probleem. Omdat het blijft een statenbond. Er is voor alle wezenlijke besluiten is in de Raad is unanimiteit vereist. En dat betekent dat zo'n land als Polen, je kunt het wel keihard aanpakken, maar daar krijg je geen unanimiteit voor in de Raad. Dus je moet andere strategieën verzinnen om die landen tot de orde te roepen. En dat is heel lastig. En dan, zij weten precies hoe ze scherp aan de wind moeten zeilen. Nog een andere vraag van Randy is, dus de laatste. Is het niet zaak dat de EU op klimaatgebied de kar trekt op het wereldniveau om zo tot afdwingbare wetgeving te komen? Want wie zal het anders doen, zegt Randy. Nou, ook dat zou ik zeggen. Dat moet, we hebben het over de drie grote spelers op het wereldtoneel.
En op zichzelf klimaattechnisch vind je China niet op je weg. Dat is best bereid om tot overeenkomsten te komen. Sterker nog, ik had de indruk dat Xi Jinping, toen Trump natuurlijk uitgestapt was uit het, laten we zeggen, het universum van de verstandige mensen, dat Xi Jinping maar altijd blij was om daar ook een beetje het voortouw te nemen. Zeg, moet je kijken, hè? Wij denken daar heel anders over dan die stomme Amerikanen. Dus ja, ik zou zeggen, overleg gezamenlijk met Biden is weer te spreken op dit punt. Wil je dat nieuwe afleveringen van deze podcast automatisch in je feed van je podcast-app verschijnen? Abonneer je dan gratis op ons kanaal. Dat doe je in Apple Podcasts bijvoorbeeld door op het plusje te klikken. En op Spotify klik je op volgen en op het belletje. Zodra er een nieuwe aflevering is, staat die automatisch bovenaan in je feed. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Met die alcoholische maloot. En als mij straks wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. Begin februari van 2002 gaf Fortuyn een interview aan de Volkskrant, waarin hij meldde aan de lezers dat Nederland vol was. Maarten van Rossum over het populisme. En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk, ja, begrijp je, metaforisch voor het idee dat er komt niks meer bij. Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamieten meer. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.